Ik was ervan overtuigd dat hij terug zou komen. Dat als, als het noorden ook bevrijd zou zijn, dan kwam mijn vader vanzelf terug. Maar niet dus. Miep Polman woont in de oorlog bij haar ouders in Nijmegen. Ze is dan 18 jaar. Haar vader werkt in Groningen en reist elk weekend op en neer naar huis. Ik was echt vaderskindje. We waren op één lijn, want wij konden bijvoorbeeld 's avonds allebei met een boek in de hand zitten. En we spreken met elkaar, want mijn moeder zei altijd, jullie verlezen je hele verstand. Maar we konden heel rustig allebei met een boek. Er werd niet gesproken, maar de sfeer en het samen zijn, ja, daar heb ik heel erg van genoten. Op mijn 18e verjaardag kreeg ik van mijn vader het banjo, waar hij zelf ook blij mee was, want hij was een tweede George Formby. Hij speelde echt over alle snaren. Ik heb wel eens gevraagd aan hem, heb je die banjo nou voor jezelf of voor mij gekocht? Want ik moest alleen maar toonladen spelen. Maar hij ruischte er overheen. Maar als de bevrijding nadert, wordt Miep gescheiden van haar vader. Ze moet vluchten en haar vader kan niet meer terug naar Nijmegen. Beangstigend. Ik heb de vliegtuigen die waren op weg naar Arnhem en zijn teruggekomen. Die heb ik terug zien komen. En toen vielen de bommen. En het was ineens heel donker. En je hoorde niets meer. Er was geen geluid. Tot plotseling de mensen allemaal begonnen te roepen en te kreunen en te schreeuwen. Heel, heel akelig. Het was ineens heel zwart overal. En ik ben gevlucht over de brug met de banjo in de hand. Iedereen had kleding bij zich en weet ik wat. En ik heb mijn banjo mee naar Lent genomen. In de vlucht. En ook weer mee naar huis gebracht. En die banjo is onafscheidelijk geweest en gebleven. Nou, die banjo hoorde bij mij, dat was had ik van mijn vader gekregen. En die had een echt speciale betekenis voor mij. Nou, ik was er al die tijd van overtuigd dat hij terug zou komen. Dus overal, als ik mensen zag die uit het noorden terugkwamen op weg naar het zuiden, dan liep ik daar rond en in de hoop dat ik hem tegen zou komen. En dan heb ik een keer, zag ik een man lopen. En ik dacht, hé, wat is die? Dus ik ben op die man afgevlogen, bij zijn arm gepakt. Maar het was mijn vader dus niet. En het was echt een verschrikkelijk iets, want ik was helemaal overstuur ervan. Die man heeft me ook echt moeten bijbrengen, als het ware. Maar dan? Maanden na de bevrijding komt er via het Rode Kruis opeens post uit Groningen. Ja, blij. God, vader leeft nog. Want zie je wel, eindelijk hebben we contact met hem. Maar niet dus. Ja, hij is in januari 45 overleden. Dus die hebben van september tot mei ergens rondgedwarreld. Beste Tony en Miep. Ik lig te bed met een ferme kou in mijn hoofd. Ik kan geen eten binnenkrijgen en verga van de pijn. Hoop maar dat het heel gelukkig afgelopen is, want het is geen lolletje. Vertel mij eens, hoe is het in Nijmegen? Hier doen de gekste geruchten de ronde, zoals Nijmegen is in Engelse handen. Beide goede moed houden hoor. Misschien is alles alweer heel spoedig in orde en kom ik toch vlug mogelijk thuis. Ja, de bevrijding was natuurlijk primair het feit dat de Duitsers weg waren, dat er niet meer geschoten werd, dat er geen granaten meer vielen. Maar de bevrijding als zodanig, als ik nu foto's nog zie van dansende mensen en zo, dat gevoel heb ik helemaal niet gehad. Door de onzekerheid over het lot van mijn vader. Ik ben daar zo bij betrokken geweest en zo intensief mee bezig geweest. Ik heb de tijd nodig gehad om toe te geven dat het er niet meer was. En soms is het nog moeilijk. Een stukje van mijn vader. Een soort
iets wat mij met mijn vader toch verbindt. Ik heb veel gespeeld, toch wel op de banjo. Maar ja, toch met een bepaald gevoel. Dan zag ik altijd toch mijn vader nog in de kamer zitten. Die zat te kijken of ik het goed deed. Ik denk door alles wat ik meegemaakt heb, dat je daardoor een soort bescherming op je ziel krijgt, om het is mooi uit te drukken, die je helpen om te genieten van wat je nog kunt.